Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ik heb vandaag echt een hele leuke dag, daarom heb ik mijn vlogcamera er weer bij gepakt. Want ik ga naar Amsterdam, tweede keer al deze week. Deze keer niet voor afspraken of events. Ik heb deze keer een fotoshoot van Hunkemuller. Echt heel erg leuk. Samen met een paar Hunkemuller ambassadeurs ben ik uitgekozen om de fotoshoot te doen. En het is een hosiery fotoshoot. Het is dus voor panties. Ik moet zo meteen 3 leuke outfits uitkiezen en meenemen. En dan gaan ze daar kijken welke ze het leukste vinden. En die gaan we dan op de foto zetten. En ik heb ook al wat sfeerbeelden doorgekregen. Zodat ik een beetje weet wat het idee is van de shoot. Mijn haar en make-up wordt daar gedaan. Dus in principe hoef ik er niks aan te doen. Maar ik ga zo meteen nog heel even naar de stad. Dus ik wil wel een heel klein beetje mascara en mijn wenkbrauwen even doen. En that's it. Ik start de dag altijd met een lekker ontbijtje. En ik heb gewoon yoghurt met krusjes er doorheen. Ik heb thee gezet. En ik wilde deze een keertje uitproberen. Even bijkomen. Groene thee met citrus en munt. Lijkt me wel erg lekker. Dus that's my breakfast for today. Zo begin ik mijn dag eigenlijk altijd. Dan ga ik gewoon gezellig vlogs kijken en lekker ontbijten. En ik ben nu de vlog aan het kijken van Laura. Vind ik altijd super leuk om te kijken. Welke vlogs kijk jij altijd nog meer? Let me know. Ik ben nu al even de outfits aan het klaarleggen. Ik moest 3 verschillende outfits meenemen. Ik neem deze jurk mee. Die oversize die doe ik misschien wel aan. Dat is denk ik wel makkelijk. Dan heb ik op dit rokje deze gebreide top of deze blouse. Kunnen ze even kijken wat ze het leukste vinden. Deze laarsjes neem ik mee. En dan neem ik ook nog van die bikerboots mee. En deze zwarte jurk. Zo, daar ben ik weer. Ik heb lekker ontbeten. Ik heb me gewoon heel eventjes naturel opgemaakt en omgekleed. Deze jurk slash trui is van Kims. Net ging de bel en er zijn weer hele leuke pakketjes binnen. Dus die ga ik heel even samen met jullie bekijken. Kijken jullie mee? Kijk nou, leuk. Hier was ik echt helemaal blij van. Ik ga beginnen bij de Lulu lashes. Ik heb verschillende wimpers binnengekregen. 4 verschillende soorten. Die zal ik jullie heel even laten zien. Dit zijn de Delightful Lashes. En zoals je kunt zien hebben ze hier aan de binnenkant dan wat kortere haartjes. En naar de buitenkant lopen ze steeds langer uit. En de haartjes zitten ook een beetje over elkaar heen. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zullen staan. Dit zijn de Fairy Tail Lashes. En dat zijn best wel lange wimpers. Ook best wel veel. Ja, ziet er wel heel erg mooi uit. Dan heb ik hier de Drama Queen Lashes. En dit zijn echt de heftigste van allemaal. De naam zegt het al. Het zijn de meeste wimpers en ook de langste wimpers. Dus deze zijn denk ik echt alleen geschikt voor een feestje of zo. Voor dagelijks overdag zal dit een beetje te lang en te heftig zijn. En dit zijn de meest normale lashes eigenlijk van alle 4. Dit zijn de Seduction Lashes. Dus die zien er ook echt heel erg mooi uit. Ik kan niet wachten om ze allemaal te proberen. Dan ga ik jullie laten weten welk model ik het mooiste vind. Dan dit leuke pakketje. En hoe mooi zijn deze oortjes echt. Kijk, je kunt hier zien wat er allemaal in zit. Ik denk dat ik het eigenlijk gewoon zo meteen met jullie heel eventjes open ga maken. Maar dit zijn de oortjes van Studio. Ik heb voor de roze gekozen. Hoe verrassend. Ik hou gewoon van roze. Maar je hebt ze ook nog in andere kleuren hoor. En ze zijn dan afgewerkt met goud heel mooi. Deze oortjes die werken dus gewoon via Bluetooth. Dus je kunt ze nergens aansluiten aan je telefoon of zo. Je kunt ze gewoon indoen en dan werken ze via Bluetooth. En dan dit pakketje van Tess V Fashion. Daarin zit een hele leuk gestreepte top. Mooi zwart hemdje. Ik ga ze zo heel even voor jullie aantrekken. Dan kunnen jullie beter zien hoe en wat. Oh, super lief. Hartstikke leuk. Nou, hier komt ook nog een winactie mee online. Ik ga jullie daar zo meteen meer over vertellen. Dit is de eerste top van Tess V Fashion. Het is echt een hele mooie gestreepte top met lange mouwen. Vind ik echt heel erg leuk. Deze top doet me echt heel erg aan die tops denken van Nicky Plessen. Maar ja, dan is deze een stuk goedkoper. Deze kost maar een paar tientjes natuurlijk. En die van Nicky Plessen is wel wat duurder, maar deze heeft hetzelfde idee. Oké, ladies, opgelet. Ik heb superleuk nieuws voor jullie. Velvet topje gezien, dat is deze die ik nu aan heb. En die is dan hier afgewerkt met kant. En ik vind hem zelf echt superleuk. Omdat hij zo simpel is, is hij heel erg makkelijk te combineren. Je kunt hem leuk dragen met een rokje en dan met overnila's of zo. Want nou ja, vind ik heel erg leuk. Leuk vestje erop en je bent klaar. Of je draagt hem heel erg leuk met een skinny. Wat jij wil.
En ik mag 2 meiden blij maken met dit leuke topje. Win dus een topje voor jou en je BFF. Wat moet je doen om kans te maken? Abonneer je op mijn YouTube kanaal. En doe heel eventjes je duimpjes omhoog bij deze video. Zou ik ontzettend leuk vinden. Volg @liekebiemans op Instagram. En volg TessVie op Instagram. En dan maak je kans op deze leuke topjes voor jou en je BFF. En laat vooral eventjes in een reactie weten wie jouw BFF is. En waarom ze dit leuke topje verdient. En wie weet win je hem dan wel. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ik ben net nog heel even bezig geweest met vlogs te editen. Daar ben ik net eigenlijk de hele tijd mee bezig geweest. En daar gaat toch altijd veel tijd in zitten. Dan denk ik altijd van, oh, ik doe dat wel even, die vlogs. Maar dan ben je toch altijd wel even mee bezig. Ik ben trouwens heel erg aan het twijfelen. Ik wil super graag een nieuwe computer. Maar ik ben aan het twijfelen of ik zo'n iMac moet nemen. Weet je wel, zo'n grote computer van Apple. Of dat ik toch een laptop, zo'n MacBook ga pakken. Ik wil die alle twee echt al heel erg lang. Ja, eigenlijk zou ik echt voor het MacBook gaan. Maar nu denk ik, ja, zo'n Apple is eigenlijk ook wel mooi, zo'n iMac. Dus wat zouden jullie aanraden? Laat even in de comments achter, MacBook of iMac. Ik weet niet wat ik moet doen, want een iMac is natuurlijk wel weer super handig voor foto's en bloggen en dingen bewerken. Maar ja, het nadeel is dat hij op één plek staat en je kunt hem nooit meenemen. Dan denk ik, ja, ik hoef in principe ook nergens mijn computer meer mee naartoe te nemen. Ik zit niet meer op school of zo. Maar ik vind het altijd wel lekker om op de bank te zitten met mijn laptopje. Of in bed of zo, als je een film wil kijken. Dat zijn dan wel weer de voordelen. Dus ja, twijfel, help me eventjes. Ik ga nu even snel een broodje eten. Het is al 11:30. Over 20 minuutjes moet ik de deur uit. Dus ik moet even opschieten. Ik heb mijn spullen wel al gepakt. En dan op naar Amsterdam. 2 uur in de trein weer. 2 uur heen, 2 uur terug. Daar heb ik echt een hekel aan. Ik zou echt wel willen dat ik iets sneller in Amsterdam kon zijn. Want al die leuke events kreeg nou weer een leuke uitnodiging. Maar als dat dan zover is, dan twijfel ik echt of ik erheen moet gaan. Want ik ben er gewoon echt een hele dag mee kwijt. Maar ja, dit is natuurlijk wel iets superleuks. Alleen het reizen is wel iets minder leuk. Maar goed, dat moeten we er maar voor over hebben. Aangekomen op het station. Nu wel even snel mijn OV-chipkaart opladen. Ik heb echt een veel te grote tas bij me met al die kleding die ik zo meteen nodig heb voor de shoot. Ik zit ongeveer 2 uurtjes heen in de trein en dan weer 2 uurtjes terug. En dan ben ik in Amsterdam. Ik ga nog heel even de stad in. Gewoon heel even wat dingetjes hebben. En daarna ga ik dan op naar het Hoxton Hotel. Daar is de fotoshoot. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ga nu nog heel even de stad in. Want ik wilde nog heel even langs bij de Hunkemuller. Ik had een tijdje geleden daar een foto voor gemaakt. En als het goed is hangt hij nou in de winkel. Dus ik kreeg van een paar vriendinnetjes de foto al doorgestuurd. Superleuk. Maar ik had hem zelf nog niet gezien. Dus dan een foto van mij en een andere ambassadeur. Een Belgische. En die hangt daar dan als het goed is. Dus ik ben echt super benieuwd. En ik wil nog heel even iets kleins eten voordat ik de fotoshoot heb. Oh, ik heb net echt de hele tijd trouwens in de trein op mijn telefoon zitten pingelen. Dat doe ik altijd, gewoon mails kijken en Instagram en dat soort dingen. En nu is alweer mijn MB op. Ja, mijn dataverbruik zal ik maar zeggen. Ik heb maar 1 gigabyte. Misschien ook echt te weinig, maar ik heb dat altijd in 1 week op. Zo snel, echt heel erg irritant. Echt zo leuk, ik kom hier nou de Hunkemuller binnen en dit is dan dat kaartje waar ik jullie net over vertelde. Die hangt hier dan bij de slip, echt super leuk. En hier hangt het kaartje van de andere. Oh, dit is van Phoebe, zie ik. Grappig. Ook een superleuke foto. Echt hele mooie lingerie setjes hangen hier. Ik vind deze ook echt heel erg gaaf. Ik ben nu in de Zara. Echt, ik hou zo van de Zara. En ik zag net deze jas hangen. Die lijkt echt heel erg op mijn winterjas van vorig jaar. Die had ik ook een keer gehaald. Nog steeds super mooi. Hebben jullie al een winterjas? Altijd als ik in een winkel ergens leeuwpaardprint zie hangen, ga ik altijd naartoe om even te kijken. Superleuk. Deze blouse zo. Kijk wat ik zie. Hier komt gewoon een stoel van niks. Superleuk. Can't wait. Gedaan. Eigenlijk gewoon stijl, maar het is boven wel wat, er is boven wel wat meer volume ingemaakt, een beetje getoupeerd. Mijn make-upje zit erop, hele mooie lipkleur vind ik ook.
Ik ben echt klaar voor de foto's. Ik ga zo meteen nog even mijn schoen aandoen. Ik heb deze outfit aan. Die top is van Kim's. Ik ga heel even erbij staan. De rok is ook van Kim's. En dan deze van Hunkemöller. Die stay-ups eronder aan. En ook zo meteen nog heel eventjes laarsjes aan. Is echt heel leuk. Leuke setting inderdaad, ja. Zo. Bloemen. Wat jammer dat er net iemand met vergoren teenslippers langs loopt. Ik ben nu weer onderweg naar het treinstation en de fotoshoot zit erop. Het was echt heel erg leuk. Ik had dan die outfit aan die jullie, ja die hebben jullie natuurlijk net wel gezien. En ik vond het zelf ook echt een hele leuke outfit. Het was de eerste keer dat ik hem aan had. Had ik hele mooie stay-ups onder en hebben gewoon gezellig foto's gemaakt. Bij ook een heel mooi pand staan de foto's wel meestal en ik heb al een beetje mogen spieken en ik heb echt gezien dat het heel leuk is geworden. Nu altijd eventjes afwachten welke die fotograaf natuurlijk gaat uitkiezen en ja, sowieso als je ze dan ontvangt ziet het er echt altijd wel weer anders uit, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Moet je zo eventjes opletten, het oversteken. Maar ja, nu onderweg naar het treinstation en dan zit mijn dagje eigenlijk alweer erop, dan ga ik weer naar huis. Home sweet home, daar ben ik dan. Fijn om ook weer thuis te zijn. Ik heb best wel warm en richting de trein ging het echt verkeerd. Want terwijl ik met jullie aan het vloggen was, liep ik het een foute kant op. Echt voor iets van mij. Ik dacht dat ik wist welke kant ik op moest, maar ik had niet op mijn navigatie gekeken hoor. Dus ik liep helemaal de foute kant op. Een paar minuten toen moest ik snel zijn om de trein toch nog te halen, maar ik heb het gehaald. Ik heb in de trein gewoon een beetje op mijn telefoon gezeten en ik ben nu lekker thuis. Ik ben best wel moe. Ik ga zo meteen nog eventjes wat kleine dingetjes doen voor mijn YouTube kanaal. Ik moet nog eventjes wat vlogs editen. En daarna ga ik gewoon lekker op de bank Expeditie Robinson kijken. Want het is donderdag, vind ik altijd super leuk om te volgen. En ik vind het ook echt heel erg leuk dat Anna Nushin erin zit. Dus dat is altijd leuk om naar te kijken dan. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Bedankt allemaal voor het kijken. Doe eventjes je duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doei doei!